Allemaal en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Marit en ik maak video's over concerten en festivals. En de concerten zijn weer aan het beginnen. Vandaag heb ik mijn allereerste concert sinds echt februari 2020. Eindelijk is het weer zover dat ik weer naar een concert mag. Ik heb hier echt zoveel zin in. Het is ook niet op 1,5 meter. Het is niet meer zittend of dat soort dingen. Want dat heb ik natuurlijk wel meegemaakt in deze coronaperiode. Maar het is weer gewoon een concert zoals van oud. Natuurlijk wel met wat minder mensen. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want het gaat een beetje om de sfeer natuurlijk. Ik ga vandaag naar een concert toe van Blanks. Blanks volg ik al 7,5 jaar. Alleen ik heb hem eigenlijk nog nooit live gezien. Ik ken hem sinds de TMI song. Misschien dat jullie die ook wel kennen. Toen kende ik hem al. Toen zag ik hem ook voorbij komen op YouTube. En toen zat ik helemaal in het YouTube wereldje. En toen was ik helemaal fan van mensen en zo. En fan van YouTubers. En toen kende ik dus Simon de Wit. Zo heet hij destijds natuurlijk. Ken ik hem natuurlijk ook. En toen is hij helemaal groot en booming geworden met zijn kanaal Blanks. Ook helemaal in het Engels. En echt hitlijsten en allemaal in het buitenland ook. Dus dat is echt super vet. En ik ga hem dus vandaag live zien. Het was best wel spontaan. Ik dacht gisteren van, hey, ik ben vandaag vrij en ik kan, dus why not? Dus nu ga ik daarheen met een aantal leuke mensen. Dus kijk vooral mee. Ik ben aangekomen op het station en het zonnetje schijnt in ieder geval nog wel. Ik ga onderweg naar Nijmegen. Het concert vindt plaats in Doornroosje. De laatste keer dat ik daar was, was 2019 ergens volgens mij. Ik ben heel erg blij om weer naar een concertzaal te gaan. Maar ik ga dus eerst naar Nijmegen. Ik ben aangekomen in Nijmegen met de one and only Maaike. We hebben matchende outfits aan. Ja, en we hebben dezelfde sokken aan. We hebben dit niet eens gepland, jongens. We hebben paarse vlammen sokken aan. Ook echt allebei toevallig tegelijk. Van de monkey. Van de monkey. Heel leuk. We zijn net bij een tweedehandswinkeltje geweest. Allebei iets gescoord. En nu gaan we weer door naar de volgende. En dan gaan we zo meteen pas later gaan we queuen. Maar we zijn dus eerst nog aan het weer shoppen. Bij Bagels & Beans. Yes, volgens mij Bagels & Beans ontgroening. Ik ben daar nog nooit geweest. Vond je het lekker? Ik vond het zeker lekker. Ja, hè? Helemaal goed. Nu gaan we onderweg naar Doornroosje zelf. Want we gaan voor het eerst weer queuen. We gaan in de rij wachten tot er een deur open gaat. It's been 2 years. Ja, het is echt 2 jaar geleden. Dit is echt bizar, maar wel heel leuk om dat ook weer te doen. En er zitten al mensen, dus we gaan daar gewoon aansluiten. Oké, hier komt ie. 3, 2, 1. Is dit een vlog van Marit Bosman? Dit is echt zo slecht. We zitten op dit moment in de rij, echt al een paar uur. En het is koud. Ik was even vergeten hoe koud Q was. We hebben net zelfs koffie gehaald, omdat het zo koud was. Maar het is nu 6:50, dus over een half uurtje gaat het open. En dan is het als goed, het is lekker warm. We zijn aangekomen in de zaal. We staan front row. Helemaal leuk. We hebben zometeen een voorprogramma van Jet en zometeen van Blanks. Sorry, ik had even dikke error. En ze hebben deze net uitgedeeld, dus dat is oprecht echt heel leuk. En het is hier warm. Het is zo koud buiten. Ik had een trui aan die ik vanmiddag heb gekocht. Ik heb wel niet verdiend mee. Maar ja, hiernaast zie je beelden van Jet en van Blanks. Kan ik niet slapen,
is echt een verhaal. Ik zie er een beetje moe uit. En dat komt omdat ik zou eigenlijk de trein hebben vanaf Utrecht naar Hilversum. Wat bleek, er werd een conductrice bedreigd door een groepje jongens. En toen had zij dus uiteindelijk besloten, ook voor de veiligheid, om de trein niet verder te laten gaan. Maar het was zeg maar wel mijn laatste trein. En ook echt de laatste trein voor echt heel veel mensen. Dus eigenlijk kon ik helemaal niet meer thuiskomen. En het was iets van, ja, een taxi wel of taxi niet. Of er kwam een bus of niet. In ieder geval, de informatie die we hadden was best wel vaag. En toen had ik zoiets van, ja, maar ik wil wel gewoon naar huis. Maar ik kan niet naar huis. Het is echt zo stom. En toen waren er een paar random mensen. En toen vroeg ik van, hey, mag ik misschien mee? Want er was iemand zijn vader aan het bellen. En toen dacht ik, ik vraag het gewoon. Normaal ben ik echt nooit zo. En nu dacht ik gewoon van, ja, ik ga het gewoon vragen. Ik ga het gewoon vragen en wie weet mag ik mee en kom ik in ieder geval op Hilversum weer terecht. Want de NS fixte niet heel erg veel, dus dat was best wel lastig. En toen ben ik daar net naar Hilversum station mee kunnen rijden, mee kunnen liften. Dus uiteindelijk is alles opgelost. Maar het is op dit moment echt 2 uur 's nachts en ik ben nu terug aan het lopen naar huis. Met mijn fiets aan de hand, omdat ik dus geen licht heb en het is mega mistig zoals je misschien wel ziet. Dus ik dacht, beter veilig als ik gewoon... niet gaan fietsen in ieder geval. Want mijn licht is niet heel erg sterk. Loop ik hier echt om 2 uur 's nachts. Waar ik morgen moet werken. Echt super fijn. Maar ja, ik kom in ieder geval thuis. Dus dat is wel heel fijn. Want ik ben bijna thuis. Finally. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik hoop in ieder geval dat jullie hem nog leuk vonden. Ik weet niet wanneer ik deze online ga zetten. Maar dat gaan we wel zien. En dankjewel voor als je een like hebt gegeven of geabonneerd hebt op mijn kanaal. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, moet je dat zeker ook even doen. En dan ga ik zo meteen lekker in mijn bed duiken. Dankjewel voor het kijken. Doei!